Dit is hoe ik mijn vlog wilde beginnen. Gewoon dat ik wakker werd en zo. En dan ja, gewoon mijn ontbijt zou filmen en zo. En dan zou laten zien wat ik ging eten. Zeg maar zoals wat je zou doen in een typische vlog. Maar nee, het liep toch even anders. Ik ben net namelijk soort van wakker gebeld. Want nou ja, de laatste dagen slaap ik nogal laat. En word ik ook pas laat wakker. Het is nu ook al 12:30 bijna. Ik ben nog wel een beetje zo van, ik had nog wel even willen slapen eigenlijk. Maar nee, het is op zich allemaal te doen. Maar ik werd wakker gebeld, want ik heb zojuist een pakketje binnengekregen. Daar ga ik zo een video van maken. Het is je Yellowwood pakketje. Hij is eindelijk binnen. Dus ik heb er super veel zin in. Maar het is vandaag oudjaarsdag. En morgen is het nieuwjaarsdag. Maar in ieder geval, vanavond is de jaarwisseling. En het leek mij leuk om dat lekker te gaan vloggen. Sowieso konden jullie een beetje zien hoe een fingerboarder dit allemaal gaat doen. Want ja, we gaan natuurlijk ook fingerboarden vandaag. Er komen wat maatjes op bezoek. 2, want dat mag. Corona approved. Die komen hier lekker chillen. Die komen hier lekker pitten. Dus we gaan het gezellig maken vandaag. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga lekker vloggen. Ja, ik ben benieuwd wat ik ervan kan maken. Ik heb al een tijd niet gevlogd. En wat ik wel even kan laten zien, sowieso, aangezien ik nog steeds koffievideo's maak, neem ik eerst even een slokje koffie. Heerlijk. Maar check, wij hebben dus gisteren en eergisteren hebben we deze kamer, daar ligt de doos zoals je kan zien. Maar deze kamer hebben we helemaal schoongemaakt. Hier kunnen de boys ook gaan slapen. Oh, ik moet dit nog eventjes daarop leggen. Dat doe ik zo ook wel eventjes. Kijk hoe tof, ik heb gewoon Mario Kart fucking characters en zo. Maar deze kamer is helemaal opgeruimd. En deze kast gaat ook nog weg. Want als ik wel 10.000 abonnees heb, zoals ik had gezegd, dan zou ik een park kopen. Nou, dan kan hier zo kan een mooi park gaan staan. Dus nou ja, daar zijn we mee bezig geweest. En daar heb ik wel super veel zin in, natuurlijk. Maar dat zorgt er wel voor dat we bijvoorbeeld hier zo... Hier liggen nog wat dozen. En misschien kunnen we het zien. Daar zo onderaan de trap zie je allemaal piepschuim. We hadden zeg maar nogal veel dozen. Al die dozen zijn nu opgeruimd. En het is gewoon ja, weer helemaal netjes nu. En het is echt super chill. Ja, jullie zien me zo meteen weer. Ik ga nu eventjes de video opnemen van dat doosje. Ik kan niet echt langer wachten om hem uit te pakken. Dus ik ga het gewoon gelijk doen. Ik heb er super veel zin in. Er komen nog wat leuke dingen aan in deze vlog. En ik vind het super leuk dat jullie weer kijken. Dus... Ik ben heel benieuwd wat voor dingen wij allemaal gaan meemaken vandaag. Alright, daar ben ik weer. Ik had besloten om het toch maar hier te gaan doen. Dus ik ga hem hier zo meteen openmaken. Zo heb ik trouwens de setup voor als ik aan het livestreamen ben. twitch.tv/almostnormal. Maar als je dat nog niet hebt gezien, kom ook gewoon gezellig daar even chillen. Zoals jullie kunnen zien, ik heb hier ook nog nieuwe wieltjes. Ik heb daar geen video over gemaakt. Maar dit zijn Joy-Cons XL's. En wow, wat rijden die lekker joh. Dat is echt niet normaal. Maar ja, ik ben hier echt super blij mee. Maar waarschijnlijk aan het einde van deze dag zitten deze trucks op iets wat hierin zit. Dus nou ja, we gaan dat in ieder geval allemaal zien. Maar ik ben er heel blij mee. Ga even kijken. First kickflip of the day for good luck. Even kijken. Wow! Let's go! Barend gaat fixen vanavond. Waarom ben ik zo? Wat ik dus vaak doe als ik wakker word, is gewoon eventjes kijken van, hey, als ik wakker word, gaat het allemaal nog een beetje goed. Dus, nou, dat is ook waar ik dus nu mee bezig ben. En dat was ik vergeten net te vertellen, maar ja, ik doe gewoon altijd eventjes in de ochtend een beetje warm stomen, een beetje klooien. Al is het 5 minuutjes, gewoon heel even een beetje bezig gaan met fingerboarden. En dan ga ik meestal even chillen, ga ik achter mijn computer zitten, ga ik wat dingetjes regelen voor de computer. Nou, ik ga nu zo meteen dan natuurlijk die video opnemen. En dan komen straks om 3 uur komen de boys. En daar heb ik gewoon wel zin in. Dus jullie zien me denk ik dan pas terug. Want ik ga nu die video opnemen. Als die video klaar is, dan gaan we weer verder met andere dingen doen. En dan gaan we kijken dus hoe het ook is voor de boys om te fingerboarden. Thomas die kan het een klein beetje. Erwin die kan het totaal niet. Dus ik hoop dat ik Erwin vandaag de ollie kan leren. En dan gaan wij eigenlijk zien wat er gaat gebeuren. Yes, zoals je kan zien. Een doosje is open. Ik heb hier nog wat spul in mijn handen met een kleine teaser van wat er allemaal in zat. Ga ik voor nu nog even een beetje geheim houden. Ik ben er super blij mee. De giveaway boordjes zaten er wel in. Dus die ga ik binnenkort opsturen. Die kan ik wel even laten zien. Kijk, hier heb ik ze met wat stickers en zo erbij. En ja, ik ben super blij met het resultaat van de unboxing. Ik ga dit nu allemaal even weggooien. En dan gaan we zo meteen even lekker nog douchen. Even klaarmaken. Even poepen. En dan ben ik er helemaal klaar voor om er een leuk feestje van te maken vandaag. Nou, kijken of ze open doen. Hey! Hallo! Welkom to my crib! Welkom, kom maar binnen. Oh, dankjewel dat ik mijn eigen huis in mag komen. Dat is aardig. Laten we heel even naar het licht gaan.
Oh hey Thomas, jij bent er ook al. Hoi, goedemiddag. Hey, proost man. Proost. Proost. Ja, proost. Nou, stel jezelf even voor. Kijk, mensen kennen jullie nog niet. Hey, ik ben Mr. Sully, aka Erwin. Oké, en jij bent? Ik ben Thomas, aka Thomas N97. Nee, de jongens zijn aangekomen. We moeten even een vingerbord prikken, jongens. Kom. De jongens zitten ook alweer lekker aan het bier. Ik ben heel benieuwd of het lukt om een trucje te doen. Nou Thomas, laat me zien wat je kan. Dit noemen ze nog wel eens een ollie. Wow. Oké, Erwin, is het aan jou. Je weet dat ik het niet kan, hè? Jammer dit. Nee, ik krijg het echt niet voor elkaar ook gewoon. Ik weet het nu al. Oké, de tutorial die gaat zo meteen komen. Maar de jongens zijn aangekomen. Hebben we er een beetje zin in? Ik heb heel veel zin in. Eindelijk 2020 verlaten. Tuurlijk. Nou, eindelijk. Het is wel een ander jaartje geweest. Ja, voor jou op zich wel een goed jaar, want... Ja, mijn is goed gekomen. Ja, bij ons... Wij moeten het met elkaar doen. We gaan nu zo naar het dorp, want we moeten even wat brood halen voor morgenochtend. Dat is altijd lekker, dus dat gaan we ook even filmen. En dan gaan we gewoon even kijken wat we in de bakker kunnen fingerboarden. Ik ga niet in de bakker fingerboarden. Je dacht echt wel, nee, wat wil hij doen? Nee, komt goed. Hallo, we zijn weer onderweg. Daar is die mooie Barend aan het rijden. Dus die kijk. Wow. En Thomas is er ook. Mooi. We zijn lekker onderweg naar de bakker. Jezus. Ja, gewoon normaal. Nou, en zoals je kan zien hebben we goed gevlogd net in de bakker. Maar we hebben ons spul. We got the goods. Bollen. Lekker veel. En ik heb er wel zin in, dus we gaan zomaar eentje eten, denk ik. En ik ga jullie nu nog even een stukje van het mooie Zeewolde laten zien. Dat was het. Nu weet ik niet zo goed meer wat ik moet vloggen. Want nu gaan we voor de rest niet zoveel meer doen dan bennen opmaken, drinken en oliebollen eten. Dus ja. Drinken? We gaan er maar eens vandoor. Wat nou drinken? Drinken? Nou, de eerste oliebol van vandaag. Ik wilde zeg maar het eerste hapje filmen. Maar hij is alweer bijna. Maar de derde hapje. Smaakt die, jongens? Smaakt heerlijk. Ik moet nog, hier komt rape review van oliebol. Die van de oliebollenboer is veel kleffer. Die is niet zo vettig. Nou, deze is lekker. Wij gaan lekker oliebollen eten. Een balletje hoor. Wat wil jij nog kwijt over 2020, pa? Helemaal niks. Want dan zit je volgende week nog. Wat wil jij nog zeggen over 2020? Dat was een mooi jaar. Erwin, wat wil jij zeggen? Ik zou het echt voor goud missen in 2020. Ja, een ratje voor de sfeer zou ik zeggen. Ja, precies. Het heeft jou veel karaoke ook op plezier gebracht. Ja? Ja. Mooi, gelukkig. Ja, 21 niet meer, hè? Nee. Misschien we zo gaan we spelletjes spelen, denk ik. Ik was mijn portemonnee vergeten. Dus Thomas heeft even voorgeschoten. Thanks Thomas. En nou ja, Erwin en ik zijn hier bezig met de fingerboardjes. Ik ben Erwin proberen aan het fingerboarden. Gaat leren. Goed. niet echt, maar ja, het is wel gezellig. Ja, als je mensen vier steentjes neerlegt, dan is dat gauw wel... Wow, what a move! Niet gelijk de zweetstokken al maar een kussen te hebben. De bedden zijn opgemaakt. Wat een fuck voor Amerika. Dit was de intro, man. De bedden zijn opgemaakt. Zoals je kan zien, Thomas. Dat is lekker. We hebben dus al wat biertjes op. Maar niet. We hebben nog niks op. Zijn er nuchter. Oh ja, vertel nog even wat voor ieder afvuurwerk we hebben, Erwin. Jij hebt het meegenomen. Kijk, mag eigenlijk niet. Maar we hebben gewoon dit. Oh mijn god, dit komt uit Duitsland of niet? Ja, zeker. Ster 21. Holy shit, dude. Dit is wel een next level vuurwerk. Nou, even kijken waar de jongens nu uithangen. Ik neem ook echt zo'n snoefduik op de grond. Oké, nice. Wil jij het ook een keer bij mij doen? Ja, dat wil ik. Welkom bij mijn allereerste vlog. Ik ga even kijken wat de jongens aan het doen zijn. Tijd voor bier. Let's go. Dat is één.
Yo. Een lachatje met je. Het eten is zojuist binnen. Papa, heb jij ook salade? Lekker. Lekker hapje eten, lekker broodje shawarma. Hoort er wel bij natuurlijk op zo'n dag. En ik lees maar een slag ook salade. Wat zeg je? Niks, ik zei niks. Oké. Nou, wij gaan lekker eten. Zien jullie zo meteen weer over en waarschijnlijk iets van een uur of zo. Momenteel zijn we aan het darten. Dus hier komt mijn worp. Zoals jullie kunnen zien, we spelen een spelletje. Dit heet Tactics. En wat je moet doen is van de 20 tot aan de 10 en de boel drie keer raken. Als je triple gooit, heb je drie kruisjes, et cetera, et cetera. Zo te zien sta ik voor, dus ik moet nu 2 keer 18 gooien en dan kan ik door naar de 16, dus de hamer. Zet de rep zo, hè? Ik heb 1-18 en nou ja, weet je, ik sta wel voor, dus I mean, we winning. Oké, okay, Erwin, nu is het jouw beurt. Ja, maar dit moet je niet gaan filmen. Misschien gooi je nu extra goed, hè? Ik wil mijn skills even laten zien. En nu niet gooien. Hij gooit sowieso raak. Hij moet een 17 nog hebben, dus moet een triple 17. Ah, 2 keer 17. Nou, hey. Hey. Het is niet verkeerd. Goeie borg. Oké, maar wij zijn dus nu even een beetje de tijd aan het invullen totdat het zover is. Willen jullie wel zenuwachtig. Ja? Ja. Zo lang geleden. Maar we moeten even moed opsparen. Ik ben aan de beurt, hè? Ja. Oké, ik zal stoppen. En wie heeft gewonnen? Ikke. Nee hoor, miste. Almost normal op nummer 1. Achtste. Geen één keer verloren. Maar jij bent Ludwig, man. Lieg jij nou? Hey, nee, wat ga jij nou liegen? Nee, jij liegt, man. Weg. Nee, we zijn nu even lekker aan het Mario Karten. We hebben zojuist Ik heb net gewonnen, man. Zojuist hebben we een eerste Grand Prix gedaan. Ik heb, zoals jullie kunnen zien, geen één keer verloren, gelukkig. We gaan zo meteen nog eventjes naar de buren. Daar hebben ze een vuurtje of zo. Dan gaan we even checken. En dan is het alweer bijna tijd. Het is alweer 10 uur. Dus over 2 uur is het alweer zover. Shoppie. Gaan we aan de shoppie. Ah! Misschien dat ik wel eerst ga slapen nog. Maar dat weet ik niet. Oké. Grapje, jongen. Grapje. Ik zie je straks. Nou, nog 3 minuten. Zoals kunnen zien hebben we hier dat mooie aftelmoment. Oh wacht, hij doet het niet. Maar wij... Dus ik kijk, ik heb al een aftaldingetje. 12 uur gaat de wekker. Of 12 uur gaat de wekker, wat kut. Ja. Ja? Oh. Is nog een minuutje ongeveer, Paul. Je bent verlost. 45, 44, 23. Oké, 23. Alright guys, dit is het moment. Ik ga ook gewoon direct een kickflip doen. Een kickflip op de nul. Ik moet hem landen. Oké, okay, ik moet hem landen. Oeh. Het is zo'n spannend moment. Hier, nog 24 seconden. 23. Oh, wow. Laten we langzaam. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de winnaar! Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar, Maatje. Gelukkig nieuwjaar, Thomas. Gelukkig nieuwjaar. Nou, proosten op die fles moment, jongens. Op 2021. 2021. Kijk, hè, want anders heb je een jaar weer beers over. Ja, dat is goed. Je hebt maar even. Hoi. Nou, er zit echt geen ijs in. Dat hoort niet. Er wordt wel ijs in. Dan staat hij bovenop. Koud water, voor en dan ijs erin. Wow. Hey. Het staat er niet voor niks op. Het staat er niet voor niks op. Je vriendin belt je, pik. Hey, Thomas. Oh, ik zou niet op je. Gelukkig nieuwjaar, iedereen. Oh, we zien wat iets vuurwerk, maar ja. Happy nieuwjaar, iedereen. Maak er een leuk jaar van. Enjoy, geniet ervan. Ik hoop niet dat mijn vinger over de mic zit, maar maak er wat leuks van. Zo, een aantal biertjes en wat champagne verder. Staan we lekker voor het vuur midden in onze straat. Hoe laat is het inmiddels, boys?
Eten. Het is tijd voor bier. Het is tijd voor bier. Dat stukje hebben we al in de vlog, hè? Nee, maar we zijn lekker aan het genieten. Het is half... Hoe laat is het? Half twee. En ik denk dat dit nog wel doorgaat. Dit brandt denk ik nog maar even door. En ja, het is superleuk. We hebben het superleuk gehad. En we gaan nu nog wat meer biertjes drinken. Misschien dat jullie mensen ook nog steeds zien. Misschien ook niet. En anders, tot morgen. Ja, en uiteindelijk is het niet geworden, want we hebben het gewoon heel erg gezellig gehad. We hebben nog heel lang bij het vuur gezeten. Daarna zijn we naar huis gegaan en hebben we daar nog gechilled. Ik hoop dat jullie deze vlog in ieder geval erg leuk vonden. Ik ben heel erg blij dat ik in 2020 weer ben begonnen met het maken van video's. En ook 2021 ga ik lekker knallen. Ik hoop dat wij mijn doelen gaan bereiken, want ik wil graag 25.000 abonnees halen voor het einde van dit jaar. En dat gaat ons allemaal ook wel lukken. Keep on shredding! Ik hoop dat iedereen een leuke jaarwisseling heeft gehad. En ik zie jullie in de volgende video. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Man, dit is echt niet normaal, man. Ja, super! Ja, ja. Normaal! Ja!